streptokokken die kunnen een heel typisch beeld geven, zoals de fiets in de big, waarbij vaak de voorpoten gestrekt zijn en de hals of de nek helemaal achterover gaat. Dit is niet het enige beeld wat je kunt zien bij streptokokkenproblemen. Dit is wel het meest duidelijke natuurlijk. Wat je ook kunt zien is dikke gewrichten. Dus met deze big die heeft linksachter een dikke poot. Dat kan ook een gevolg zijn van streptokokken. Je kunt ook natuurlijk wat slijters van krijgen. Soms zie je er een longontsteking bij. Waar hier geen van ligt is dat je ook af en toe een dode big kunt vinden die plotseling dood is. Dat kan ook een teken zijn van streptokokken. Je moet er wel bij bedenken dat niet alleen streptokokken dit verschijnsel kan veroorzaken. Maar ziekte van Glasser kan eigenlijk bijna dezelfde verschijnselen geven. Daarnaast is een diagnose die daarbij ook nog mogelijk is slinger. Slinger kan ook hersenverschijnselen geven. Maar dan zien we in het algemeen natuurlijk geen kreupelige gewrichten en dat soort dingen. De economische schade voor een veehouder bestaat daaruit dat hij onverkoopbare biggen heeft. Hij heeft extra uitval van biggen. En hij heeft biggen die minder goed groeien als een goede big. Je kunt de biggen natuurlijk nog verkopen als slagbig, maar dan moet ze dan op dat moment toch ook wel zo voor een slagbig verkoopbaar zijn. Daarnaast heb je natuurlijk eventueel extra medicijnkosten, behandelingkosten, kost extra tijd, je moet meer controles doen. Schade kan ook optreden in de mesterij doordat de dieren daar een chronische vorm van streptokokken hebben. En die veroorzaakt hartklepontsteking. Dieren kunnen daardoor vroegtijdig doodgaan of ook gaan slijten. De contactstructuren bij streptokokkenproblemen zijn erg belangrijk. Het is een ziekte die voornamelijk door direct contact overgebracht wordt. Kan ook wel op andere manieren, maar dat zijn niet de belangrijkste. Dus het belangrijkste is echt direct contact. Dus hoe minder dat besmette dieren contact hebben met onbesmette dieren, hoe minder problemen dat je zult hebben. Een big kan eigenlijk al tijdens het geboorteproces besmet worden door de zeug. Niet alle zeugen zijn besmet, maar je hebt bij elke groep zeugen heb je wel een aantal dragers. Je hebt porte de entrée, noemen ze dat. Daar waar de streptokokken binnen kunnen komen in het biggenlichaam. En dat zijn onder andere de navelwondjes, de naveltjes, de castratiewonden. Dus daarom is het vaak beter om niet te castreren bij streptokokkenproblemen. Je hebt ook nog de kapotte knietjes als gevolg van of te weinig melk bij de zeug of ruwe vloeren en dergelijke. Als je dat soort dingen kunt voorkomen, ben je al een aantal problemen kwijt. Als gevolg daarvan is het dus erg belangrijk om met je overlegbeleid rekening te houden daarmee. Dat wil zeggen, dieren moeten overlegd worden, ontkomen niet aan. Maar als je het doet, doe het dan zo jong mogelijk na de biesperiode. Je hebt dan in ieder geval gezorgd voor een goede biestopname. En als je ze dan zo jong mogelijk overzet, heb je het minste kans dat ze al besmet zijn. Als blijkt dat na een aantal dagen dat de zeug niet als een big voldoende melk kan geven, dan is het verstandig om daar van de dieren die over zijn een pleegtoom te maken. Het beste is dan eigenlijk de minste dieren over te leggen. Liefst niet te laat, maar zo gauw je ze ziet, hoe later je een big overlegt, hoe meer kans dat je hebt dat een big al gefixeerd is op een bepaalde speen. En dat geeft problemen bij het maken van een pleegzeug. Het is het beste om de biggen bij hun eigen leeftijdsgenoten te laten, dus liefst in dezelfde afdeling, en dan de pleegzeug naar de biggen toe te verplaatsen. Dat is beter als andersom. De eerste 24 uur moet je eigenlijk van de biggen afblijven. Die hebben ze nodig om gewoon goede biestopname te doen. Dus de biggenbehandelingen komen na die 24 uur. En doe ze dan ook allemaal tegelijk, zodat de biggen er in één keer vanaf zijn. Biggennest in de kraamhok is erg belangrijk. De biggen moeten daar prettig kunnen liggen. En vooral schoon en droog. Droog, daar kun je ondersteunen door te zorgen dat de biggennest voorzien is van kalk of een andere strooimiddel wat ontsmet en in ieder geval droogt. Het spenen is een erg belangrijk moment in het leven van de big. Daar gaat nogal eens wat mis. Daar komen een aantal problemen eigenlijk bij elkaar. Je hebt dan stressmomenten voor de big, veroorzaakt door het verplaatsen van de big, het ontbreken van de melk op dat moment. Je krijgt dan ook vermindering van de weerstand van de big, omdat de biest op dat moment begint uit te werken. En daarnaast komt de big in een vreemde omgeving met nieuwe bacteriën waar die ook aan moet wennen. Vaak heb je daar ook nog voerenverandering, omgevingsverandering, klimaatsverandering, etc. Ze moeten ook opnieuw op zoek naar hun voer en opnieuw op zoek naar hun water.
Als je ervoor zorgt dat het heel makkelijk bereikbaar is, dat eigenlijk de big er min of meer tegenaan loopt, dan is dat probleem al een stuk minder. Het minimum daarvan is eigenlijk 1 drinkplaats op 10 biggen. Bij vreetplaatsen is dat eigenlijk hetzelfde. Je kunt dat ook nog ondersteunen door te zorgen dat bijvoorbeeld het licht de eerste dagen aanblijft, zodat ze makkelijk hun vreet- en drinkplaatsen kunnen vinden. Een dichte hokafscheiding is te prefereren boven een open hokafscheiding, omdat je dan de contactstructuur beperkt bij de biggen. Het beste is nog altijd gewoon toom bij toom houden, zonder dat ze contact hebben met de andere tomen. Ook het scheiden van geiltjes of borgjes en beren is beter om dat zo laat mogelijk te doen, zodat ook daar de contactstructuur zo minimaal mogelijk blijft. Stress geeft een verminderde weerstand bij de biggen en daardoor is stress voorkomen, dat is natuurlijk een cliché, is wel het beste. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Darmstress is een hele belangrijke. Een big van 21 dagen oud is eigenlijk niet klaar voor puur vastvoer. Dus hoe later je speent, hoe beter een big daartegen kan. Hij heeft op dat moment ook al meer weerstand opgebouwd als een big van 3 weken. Dus zo laat mogelijk spenen geeft in het algemeen minder problemen met streptokokken. Ook al voer je alle managementmaatregelen uit en dan kan het toch nog zijn dat je met streptokokkenproblemen blijft zitten. Een mogelijkheid kan dan zijn dat je gaat vaccineren. Het is mogelijk je autovaccins te laten maken tegen streptokokken. Het endschema is in dit geval 2 keer vaccineren met 4 weken tussentijd, 2 tot 6 weken voor het biggen. Eigenlijk hetzelfde endschema als de coli. Je moet het wel voldoende lang doen om daar goed effect van te kunnen hebben en dat te kunnen inschatten of het een goed effect heeft of niet. De kosten die bedragen rond de 6 euro per zeug per jaar. Het is ondanks verschillende pogingen nog niet gelukt om streptokokkenvrije bedrijven te creëren. Dat is mede veroorzaakt door het feit dat we nog lang niet alle dragers kunnen vinden met geen één methode. Dit geeft aan hoe moeilijk de bacterie te bestrijden is.